iedereen, welkom terug op ons kanaal. En zoals je misschien wel weet, hebben wij al een aantal AliExpress shoplogs op ons YouTube kanaal gedaan. En in de comments kregen we wel eens te horen van bestel ook eens een keer bij Wish. Dus dat hebben we gedaan. En we dachten, wat is nou bijvoorbeeld leuk om dan te bestellen? Toen dachten we, als we nou gewoon een budget doen van maximaal 1 euro en dan kijken wat we daarvoor kunnen bestellen. Dus wat is je euro waard op Wish? Dus wil je weten wat we hebben besteld voor 1 euro? Blijf dan vooral even kijken en vergeet ook zeker niet om alvast een duimpje omhoog te doen als je vaker van dit soort shoplogs wilt zien op ons kanaal. En laten we gewoon gelijk beginnen. Nou, we hebben hier een zak met alle spulletjes die we binnen hebben gekregen en... Dit is een super schattig toilettasje of make-up tasje met oogjes erop en oortjes. En hij is echt super schattig. En het bolletje is ook gewoon super fluffy. Ja, oh. Voor de rest is hij best wel ruim. Er kan best wel veel in. En hij is gewoon heel erg leuk. Oh kijk, er zit ook nog een binnenzakje in. Dat vind ik wel heel erg nice. Voor je kwasten misschien of zo. Voor je kwasten, maar je kan het ook gewoon gebruiken voor op school, gewoon om je pennen in te doen. Dus dit kost maar echt 1 euro of iets minder. Dus dat vind ik echt wel zeker zijn geld waard. Hij is ook heel erg mooi afgewerkt, zie ik zelf. Geen touwtjes die loshangen of zo. Dus super cute. Volgende item. Wacht. Dit zijn siliconen afdekplasticjes, om het zo maar te noemen. Ik zal het heel even eentje pakken. Het is dus een siliconen ding. Aan de ene kant heeft hij van die soort van zuignapjes. En het spul is ook wel een beetje plakkerig. Wat je hiermee kan doen is het gewoon over een kommetje leggen of een bakje. In plaats van dat je een deksel erop legt, bijvoorbeeld. En het... Ja. Ik kwam het tegen en het zag gewoon heel erg interessant uit, mijn plaatje. Maar soms heb je toch een kommetje waar je bijvoorbeeld uit hebt gegeten. Of je hebt eten over en het is alleen maar één portie. Dan doe ik het altijd in een kommetje. En als je niks overheen doet, dan kan het uitdrogen. Dus ik dacht, nou, ideaal en handig. Een grotere, een middel en een kleine. Dus ik ben heel erg benieuwd of dit een beetje blijft zitten op je... Oh, wacht, we hebben er 4. Ja. Ik ben super benieuwd of dit blijft zitten. We gaan het proberen. Oké, we gaan deze dingetjes uitproberen. Om te kijken of we bakjes kunnen afdekken. Even kijken of jouw magische flapjes werken. Ik ben er sceptisch over. Dit kan toch ook niet werken? Wacht, laat mij... Het plakt wel heel goed. Kijk, dan wacht even. Kijk. Nee, luister naar mij. Dit gaat werken. Kijk, ik pak even een grote. Weet ik zeker dat ik voldoende heb. Deze gaat sowieso werken. Luister, kijk naar mij. En moet ik luisteren of moet ik kijken? Luister en kijken. Ja? Net dat hij werkte. Maar zo werkt het dan niet. Volgens mij hoort het zo te werken. Zeg maar. Ik dacht net oprecht dat hij werkt, vandaar dat ik. En als ik nou mee help? Ik hou zeg maar twee kanten vast, dan is het een soort van familietaak. Oké, 1, 2, 3. Nou. Oké, ja, ik denk dat je het echt gewoon alles moet stretchen. Hij gaat nu wel loslaten. Even kijken of het lek vrijst hij sowieso niet. Oké, het relief moet aan de bovenkant. En mensen zeggen dat het een fijn product is. Dus ze doen dan toch iets verkeerd. Ja. Yeah. Of ze liegen allemaal. Dus hij moet zo. Nou. Hij werkt toch? Ja. Nou. Oké. Buiten adem, dat wel. Nou, ik moest net eigenlijk een klein beetje lachen om dit product. Omdat ik echt zoiets had van, wat is dit nou? Maar terwijl we bezig waren, bedacht ik me ineens, waarom gebruik je niet gewoon plastic folie? En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk heel erg milieuvriendelijk, want hierdoor creëer je minder afval omdat ze herbruikbaar zijn. Mm-hmm. Dus dat is echt een heel groot positief punt. Dus ik moet toegeven, het is toch wel echt een interessant product. Ja. Ja. Maar. Er blijven pluisjes aan hangen en dat hadden we al een beetje bedacht. En omdat we het net op de bank hebben neergelegd en dat soort dingen... Zitten er een beetje pluisjes aan, dus je moet hem zeker wel weer gaan afwassen voordat je gebruikt. En ik denk dat je hem niet kan afdrogen met een theedoek of iets dergelijks. Ja, maar het was wel leuk om te proberen. Keukengadgets zijn altijd een hit of miss volgens mij. Volgende item. Ah, oeh. Ja, hier ben ik heel benieuwd naar. Het zijn niet zomaar sokken. Ja, het zijn zwarte sokken ten eerste en ten tweede. Korte sokken. Ja. En ten derde. Er staat een tekst op. Volgens mij houden we hem verkeerd op, ik ben niet zeker. Zo. Misschien dat we het zo moeten doen. Ik vind het wel leuk. Het is zeg maar leuk, toch? Een subtiele hint dat mensen dit in je personal space moeten gaan komen. Ja, dus dit staat nu op de achterkant van je enkel. Het is leuk inderdaad als het over je
schoen heen komt. Ik vind dat ze er heel erg goed uitzien. Ja, het voelt goed. En ik vind hem echt super mooi. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit ziet als we hem aan hebben met een schoen. Ik ben benieuwd of ze boven je schoenen uitkomen. Ja, easy. Ze zijn niet heel laag, dus ik denk dat ze gewoon best wel boven heel veel schoenen uitkomen. Niet cool? Ik weet het niet. Hoezo niet? Ja, ze zijn best wel hoog. Ze mogen dan ook niet te laat zijn, want dan heb je natuurlijk heel veel schoenen waar je niet ziet. Maar ik kan ook even andere nog aandoen, andere schoenen. Ja, even andere schoenen. Ik geef je twee andere bekende opties. We hebben hier Adidas, Superstar en je Nike's. 95. Wat vinden we ervan? Ik vind het meeste succes bij de Nike's. Omdat ze zwart zijn. Omdat ze zwart zijn. Ja, nu vind ik het wel grappig. Maar is ook de boodschap clear? De boodschap is zeker wel clear. Ja, ik vind het wel leuk. Subtiel, maar duidelijk. Oeh, ja. Ja. Dit is ook echt super leuk. Dit is een pakketje dat jij voor je taart eigenlijk kan gebruiken. Ja. Het is eigenlijk een kant-en-kaartpakket met allemaal verschillende onderdelen waarmee je een hele leuke unicorn taart kan maken. Nou, het bestaat uit meerdere verschillende onderdelen. Hier heb je dus zo'n banner met Happy Birthday erop. Het ziet er wel heel erg leuk uit. Het is eigenlijk gewoon een stukje karton, niet super stevig of zo, maar het ziet er wel mooi gedrukt uit. En volgens mij moest je die bevestigen met deze leuke rietjes. En die kan je dan zo doen. En dat steek je dan zo in je taart. En daar heb je ook van die speciale plakdruppels voor. En die zijn denk ik om het rietje aan de banner vast te plakken. En het leuke is dat je dus dan echt zo'n hele bijzondere taart kan maken. Het liefst nog een beetje met van die druppels die naar beneden gaan. Regenboogkleurtjes. Ja. Dan is het net zoals op Instagram. Maar dat maak je helemaal zelf. En heel erg makkelijk als je gewoon van dit soort kant-en-klare dingen hebt. Ben je meteen klaar, ja. Hoewel we eigenlijk heel graag een taart zouden willen kopen. Waarom kijk je zo zielig? Omdat ik eigenlijk weet dat we het niet moeten doen. Maar ik heb wel heel veel zin in mijn taart. We zijn zeg maar bezig met gezonder eten. En daarom kunnen we het beter niet doen. Ja. Hoewel ik er wel echt heel veel zin in heb. Maar nu gaan we gewoon even laten zien hoe het eruit zou kunnen zien op een taart. Dus dit steekt dan bovenuit. Dit is dan de taart zelf. Met die unicorn, de oortjes, de oogjes, wangetjes. En dan gewoon random bloemetjes ook vooral. Ja. Dus het is heel, ja, het is toch wel een beetje jammer hoor zonder die taart. Maar ik hoop dat jullie het effect toch een beetje kunnen zien. Ik zie het wel een beetje. Ja, ik vind het wel heel leuk. Het is eigenlijk een heel simpel setje. Maar voor het geld dat we ervoor neer hebben gelegd, denk ik dat het wel heel erg leuk is om heel makkelijk een taart mee af te maken. Yeah, dit is de highlighter. We kregen al de vraag of we een keer beauty wilden shoppen op AliExpress of op Wish. In principe heb ik dat eerder nog niet gedaan, omdat ik weet dat er nog best wel eens wat comments over zijn. Of iets zeg maar wel dierproefvrij is en dat soort dingen. En dat wat er eigenlijk precies in zit überhaupt. Of je er geen irritaties van kan krijgen, want er staat vaak geen vermelding bij. Ja, dus tot nu toe hebben we dat een beetje weggelaten, omdat we daar niet zeg maar allemaal negativiteit over willen krijgen. Eigenlijk willen we het ook vooral niet aanraden aan jullie om het te kopen. Want stel dat je dan een verkeerd product koopt, dan zijn wij misschien wel de aanleiding geweest. Ja, en als je gewoon kijkt naar bijvoorbeeld Essence of Catrice, dat is ook super budgetproof en die hebben ook echt geweldige dingen. Dus dit is zeker niet per se van dit moet je kopen, maar mijn nieuwsgierigheid was deze keer iets te groot, waardoor ik toch dit product heb geshopt. Ik kan echt niet wachten om het te proberen. Zal ik het eerst even op mijn hand doen? Ja, het is een vloeibare highlighter. Hij was te shoppen in, als uit mijn hoofd, 3 verschillende kleurtjes. En ik heb volgens mij de meest middelkleur genomen. En het is een beetje roze met gouden shimmers. Hij is wel wat koeler en lichter van kleur als ik had gehoopt. Ik had eigenlijk verwacht dat hij wat meer rose gold zou zijn. En hij ziet er niet verkeerd uit. En het is dus een moisture and shine, dus het is wel een natte highlighter, dus geen poeder. Maar hij droogt redelijk snel op, al is hij wel een beetje plakkerig nu. Voel je dat hij ook? Hij is plakkerig, ja. Ik weet niet hoe dat straks op je gezicht is. Wrijven en deppen. Nou, ik zie het wel, ja. Kijk, zo scheef ik ga. Volgens mij zie ik het wel goed zitten. Ik dacht eerst dat hij best wel cool was van kleur, maar er zitten heel veel gouden glitters in, waardoor hij toch best wel warm is. En warme kleuren staan gewoon net wat mooier op onze huidskleur. Ik heb oprecht geen idee waar ik het heb gesmeerd. Volgens mij was geen. Ik zie het wel zitten. Ik heb het net sowieso hier beneden gedaan, per ongeluk. Nog een beetje hier. Ja. Ik zeg maar, ik zie het nu heel duidelijk zitten op camera. Ik zie het ook in real life. Ja? Zeg maar als in, er is hier een klein stukje opgedroogd en het is een beetje klontachtig. Oh nee. Maar zeg maar, worden we nu verblind? Ja, best wel. Best wel, ja. Maar waarom zie ik het bij jou dan niet zo goed?
Nou, op zich ziet het er wel hij mooi uit. Hij ziet er niets verkeerd uit. Nee. Droog snel. En volgens mij blijft hij best wel goed zitten. Moet je en kijken. Nu, dit voelt ook nu echt totaal niet plakkerig, hè, dit. Nee, en als ik zo kijk, ik wrijf het niet weg. Het is wel echt there to stay. Ja. Volgende item is weer een keukengadget. Dat is toch altijd wel heel erg leuk, vind ik. Dit is de Seal and Pour Back Clip with Lid. En dit is ook iets waar ik al een tijdje naar zat te kijken. Ook op AliExpress. Want dit is echt heel handig volgens mij. Wow, mijn stem sloeg er helemaal van over. Stel dat je nou een zak openmaakt met suiker of havermout of whatever. Dan staat hij er altijd een beetje open. Dan wil je hem wel dicht plakken. Maar dan gaat het niet zo lekker. En dan kan je dus dit product gebruiken. Want dan haal je gewoon dat kleine stukje plastic er doorheen. Dan klip je hem vast. Dus dan blijft je product vers. En dan de volgende keer kan je het gewoon gieten door alleen maar deze klep open te doen. En het gewoon letterlijk te gieten. Dus dan heb je niet suiker over je hele aanrecht. Ja, of je hebt niet een super grote opening. Ja, dus dat is echt heel handig, denk ik. Ja, ik hoop dat hij echt werkt. Dat ook. Wij hebben hier van Lima Super Fruit Porridge. En dit zit dus in zo'n zakje dat als je hem openmaakt, kan het echt alle kanten op vliegen. Nu heb je hem best netjes opengemaakt. Mhm. Maar alsnog gaan we het gewoon even proberen. Het is wel een beetje eventjes te kijken. Oh wacht, hier omdat het tuutje, dus het gat, kan dus echt hier. Ik had het makkelijker verwacht. Maar hij zit er helemaal niet strak omheen. Dus die zak kan het aan de onderkant gewoon uitvallen. Anders moet ik even de advertentie opzoeken trouwens. Dat kan zo. Oh, misschien wel trouwens. Maar hij blijft alsnog niet zitten. Oh, dus misschien dan is dit voor grote verpakkingen en is hij daarom groot. Nee, dat werkt helemaal niet. Ik denk dat we hem door hebben, jongens. We hebben de verpakking groter gemaakt. Nee, de gat. Het gat hebben we groter gemaakt dan de verpakking. Dan doen we het bakje erin. Dan maken we hem dicht. Ja. Is en dit nu? Het? Ja. Oh my god, hij werkt wel. Is het? Nou. Yes! Jawel. Het werkt! Niet opgeven met dit soort gadgets. Dat is denk ik wel een beetje het moraal van het verhaal. Van het Wish verhaal. Oh, nou, dit ziet er wel goed uit. Kijk. Het gaat goed. Topper. Yo. Volgende product. Ja! Het is heel divers wat je voor een euro kan krijgen op Wish. Echt niet. Oh my god, wat is die groot? Dat heb ik helemaal niet verwacht. Groot. Wow. Dit is een, nou ja, heel duidelijk, een unicorn. Wauw, ik had niet gedacht dat die zo groot dit zou zijn. Dit is echt mega. Ik dacht echt zo, gewoon de helft kleiner. Hoe cool is deze? Dit is gewoon een super grote folieballon. En die moet je dan uiteraard ja, wel opvullen met helium, vind ik. Ja, vind ik ook. Als het zo groot is. Ja. Wauw. Kijk dit oogje. Dit is zeg maar paars met blauw. Het is misschien niet zo bijzonder, maar ik vind het heel mooi. Hij is heel leuk. En sterretjes hier op de voorkant. Nou, die is super cool. Dit is even het enige product waar we dan geen vlogbeelden bij hebben. Want we gaan hem niet nu opblazen, maar even bewaren tot een speciaal moment. Maar ja. Ik ga ervan uit dat hij niet leeg is. Wat dan uit dat hij niet leeg is? Niet lek, bedoel je? Oh, ik bedoel dat hij niet lek is. Oké. Okay. Wow! Oh ja! Dit is 2. Ja. Heb ik er 2 besteld? Kennelijk. Ja! Ja! Dit is heel leuk. Het zijn hele schattige, lieve lepeltjes met echt zo'n olie-effect. En dan met een katje. Wat ook bijzonder is aan deze lepeltjes is dat er de pootjes staan iets meer naar voren. Waardoor je hem, als het goed is, in je beker kan hangen zonder dat hij er echt invalt. En dat is super chill, want soms valt inderdaad je lepeltje te ver in het kopje. Dan is hij te heet. Dat is echt super cute. En dat is gewoon heel schattig. Ja. Oh ja, wat is dit daar? Wat zou dit zijn? Jij weet het al, maar ik weet ik het wel. Wow, wat is dit? Het is een soort van etuietje om je oordopjes in op te bergen. Dat is best en ik heb laatst voor kerst hele mooie, best wel kostbare oordopjes gehad. Dus ik dacht, nou ja, dan is het wel heel erg fijn om ze gewoon ergens in op te bergen. Dat ze een beetje safe zitten. En die had verschillende printjes, maar ik zag een lege print. Toen dacht ik, ja, die moet je hebben. Die is het leukst. Dat is oprecht best wel handig, want oordopjes
En die gebruik ik momenteel niet zo heel veel. Maar als ik ze in mijn tas stop, dan zitten ze haken altijd wel onder iets. Ja. En dan trek je het eruit. En ik heb dus laatst wel mijn oordopjes kapot getrokken. Ja, precies. En ik heb echt best wel oordopjes waar ik heel erg zuinig mee ben. Dus ik dacht, nou ja, dan is dit ideaal. De buitenkant is best wel hard. Dus je kan ook niet zeg maar je oordop echt kapot maken als je volgende keer opstapt. Dus het ziet er wel echt heel erg mooi uit. En ik denk, ja, dat is wel heel erg functioneel. Nou, als je goed hebt geteld, hebben wij in deze video 9 verschillende producten laten zien. En misschien denk je 9, waarom niet 10? Ja, dat had ik ook. Het liefst hou ik van die hele getallen. Ik had 10 items besteld, maar het laatste item is nog onderweg. Ik weet niet waar het is, maar ik zat al zo ontzettend lang te wachten om deze video voor jullie op te nemen dat we gewoon iets hadden. We delen natuurlijk wel het 10e product als die binnenkomt, gewoon misschien via Instagram stories of zo. Ja. Dat lijkt me wel heel erg leuk. En ik moet zeggen, het waren echt super veel top producten. Wat is jouw favoriet? Onder de 1. Ja, sowieso. De lepel. Ja, dat is echt cute. Van regenboogmetaal. Met dat gewoon, ja. Hij is gewoon schattig en hij is cool. En hij is functioneel. Maar ik moet zeggen dat ik toch ook wel die sokken heel erg cool vond. Sokken vind ik ook heel erg leuk. Die zien heel erg mooi uit. Dus ik moet zeggen dat we echt wel hele leuke items hebben voor dit kleine prijsje. En ja. Ik vond het wel leuk. Ik ook. Laat in de comments achter welk product jij het leukste vond van deze hele shoplog. En laat ik even weten in de comments of je nog een andere leuke webshop weet waar wij misschien een keertje moeten bestellen. Dat vinden we wel heel erg leuk om te doen. En gewoon ook eventjes om nieuwe webshops te checken. Want wat vond je nou uiteindelijk van Wish? Ik moet zeggen dat als ik zeg maar Wish zou vergelijken met AliExpress, omdat het een beetje hetzelfde soort website is, mm-hmm. dat ik toch AliExpress fijner vind, omdat Wish meer een webshop is waar je op gaat kijken wanneer je iets hebt van ik heb geld te besteden en ik weet niet wat ik wil. Dus dat je dan een beetje lekker gaat scrollen. En ik vond ook op Wish dat je wat minder reviews had en ook minder reviews met foto's. Dus echt dat je kan zien van wat kan ik verwachten. Ja. Dat vind ik op AliExpress echt een stuk beter. Dus als ik moet kiezen tussen twee is dat echt nog mijn favoriet. Maar alsnog vonden we het super leuk om eens besteld te hebben via Wish. Nou, geef deze video een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En dan zien we je heel graag terug in de volgende video. Doei! Doei.